Wie mag ik hier iets vragen? Hallo, mag ik jou iets vragen? Ja. Hoeveel kilometer gaan jullie lopen? 8. En heb je er zin in? Ja. Heb jij er ook zin in? Nee. Ja. En jij? Ja, ik heb er ook zin in. Nou, zet hem op. Dankjewel. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Jazeker. Ja, zeker. Ik zie dat jullie hier op het plein staan van de Kennedy Mars. En wat doen jullie hier eigenlijk? Ik ben coördinator van de Mini Kennedy Mars. En wat doe jij hier? Ik ben de voorzitter van Joek, die de Kennedy Mars organiseert. En hebben jullie er een beetje zin in? Ja, heel erg, heel erg. Heel veel zin in, ja. Zeker weten. En de hoeveelste editie van de Kennedy Mars en de Mini Kennedy Mars is het? Wij hebben dit jaar de 51ste Mini Kennedy Mars. En de 60ste Kennedy Mars 80 kilometer wandelen. Dus dat wordt feest? Een groot feest, zeker weten. En organiseert Joek ook nog andere dingen? Ja, wij organiseren door het jaar heen ook andere dingen. Bijvoorbeeld in september hebben we al het Summerpark. En we hebben ook een trailrun, trailrun zomeren die we dit jaar voor de eerste keer gaan organiseren in november. Dus ja, wij doen wel wat meer dingen, maar Kennedy Mars, dat is voor ons natuurlijk de hoofdtaak. Nou, dan wens ik jullie nog heel veel succes. En jij heel veel succes met interviewen. Dankjewel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Ik zie dat we hier staan bij de merchandise. Welke merchandise gaat het hardst? We hebben momenteel hele leuke keycords. Vorig jaar waren ze op, dit jaar hebben ze weer. Die gaan nou het hardste. Maar we hebben ook leuke petjes, flessen en de zonnebrillen lopen ook heel goed. En hoeveel aanmeldingen zijn er nou voor de 8 kilometer? Oeh, dat is een hele goeie. Ja, wel al meer dan 1000. Nou, dus dat is niet weinig. Dat is niet weinig, nee. Dan komen er nog veel meer als het goed is. Dan wens ik jullie heel veel succes nog. Yes, dankjewel. Jij ook. Hallo mevrouw. Oh, hi. Hallo. Ik zie dat u hier iets heeft gekocht voor de Mini Kennedy Mars. Jazeker. Ga jij hem zelf ook lopen? Ja, wij gaan hem met z'n tweeën gaan met hem lopen, Bram. En heb jij er zin in? En denk je dat je het gaat lukken? Oeh, ja, dat moet wel lukken, toch? Denk het wel. We hebben geoefend tijdens de avond, 4 dagen in Deurne. En nu gaan we nog 8 kilometer lopen. En de avond 4 dagen was 5. Dus, Nou, heel veel succes dan. Ja, dankjewel. Hallo. Hoi. Goedemorgen. Ik hoorde net van iemand van de organisatie dat jullie de voorlopers zijn. Dat klopt helemaal. En wat betekent dat? Wij gaan krijtpijlen neerzetten, lintjes ophangen en breeklichtjes ophangen voor de nacht. Zodat de wandelaars kunnen zien waar ze heen moeten. Dus jullie lopen de 80, maar dan nu al? Ja, wij gaan eerder starten. We lopen de 80 en we gaan voorbereidingen treffen. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. Ja, jij ook jongen. Veel plezier. Hallo Jos. Hey, goedemorgen. Ik zie dat jij hier staat met een microfoon op het podium. Ben jij dan collega hier bij de Kennedy Mars? Nou, ik ben een klein beetje een collega van jou. Ik ben natuurlijk geen reporter zoals jij. Ik ben de ceremoniemeester van de Minimars. En straks ook de binnenprater. Dus daarom heb ik een microfoon in mijn hand. En hoeveel uur ben jij hier dan vandaag aanwezig? Nou, we zijn vanmorgen om 7 uur begonnen. Met een kopje koffie altijd. En dan met ons blok bouwen we dan heel plein natuurlijk op. En dan gaan we ons voorbereiden op de start van de Minimars om 12 uur. Van tevoren natuurlijk nog de vertrek van de estafettelopers. Van het Jaspersport, die zijn al vertrokken om 10 voor 10. En dan straks om 11 uur de ceremonie en dan gaan we om 12 uur starten bij de Minimars. En doe jij dan ook mee het vuur aanmaken? Nee, ik maak niet het vuur aan, maar ik heb natuurlijk wel straks al zojuist om 10 uur de estafettelopers weggestuurd. Met het vuur in de hand, met het Kennedy vuur. En straks om 11:15 dan komen de minilopers terug van de Jaspersport. En dan gaat het grote vuur, de grote estafettelopers gaan dan starten. En die gaan met het Kennedy vuur gaan die de 80 lopen. Nou, dan wens ik jou nog heel veel succes vandaag. Nou, dankjewel en veel plezier, jij ook.
Nou, ik zag dat jij net het Kennedy-vuur aan hebt gestoken. Ja, dat klopt. En vond je het leuk? Ja. Is het ook verder helemaal de route goed gelukt? Ja, ging heel goed. Vonden jullie dat ook? Ja. Ja? Ja. Nou, heel veel succes vanavond nog en zet hem op. Ja, bedankt. Mag ik jullie wel vragen? Natuurlijk. Wat krijgen ze allemaal als ze de 8 kilometer hebben afgelopen? Nou, de deelnemers krijgen eerst een medaille, want die hebben ze natuurlijk verdiend. Dan krijgen ze iets lekkers en op het plein kunnen ze nog allemaal spelletjes spelen. En het hoeveelste jaar is dat jullie de medailles doen of is het eigenlijk altijd al? Voor ons is het de eerste keer. Jij hebt het wel al vaker gedaan. Dit is mijn tweede keer dat ik hier echt de medailles ga uitreiken naar de kinderen die op de finish komen. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. Dankjewel. Succes met de medaille. Ja, dank u wel. En is het gelukt? Ja. Helemaal gerend? Ja. Heb je onderweg veel moeten stoppen? Ja, er waren veel gaten. Nou, succes bij de medaille. Ja, dank je. Nou, hier is een van de eerste meisjes. Heb je last van de regen gehad? Nee. Viel mee, hè? En ik zie dat je hier bent. Zijn je benen moe? Nee, niet. Je zou hem zo nog een keer kunnen lopen? Ja. Zeker wel, hè. Ja. Denk het wel, hoor. Nou, ze loopt best goed in, inderdaad. Nou, dan kan je daar je medaille op gaan halen en veel succes. Ja. En is het gelukt, de Kennedy Mars? Ja. Heb je last van je benen? Nee. Veel last van de regen gehad? Nee. Nou, succes bij je medaille dan. Dank je wel.